vond het heel moeilijk om naar iemand toe te gaan en om erover te gaan praten. Omdat het toch iets is wat je zelf hebt aangedaan. Ik zag mezelf echt wel als een verslaafde eigenlijk. Ik begon eigenlijk gewoon met een vechtsport. Lekker met je lichaam bezig te zijn. En uiteindelijk ben ik iemand tegengekomen die zei van ga eens een keer trainen. En dan kom je dus ook die jongens tegen die onwijs groot zijn. En op het laatst denk je van ik wil ook meer, ik wil er ook zo uitzien. En dat lukte aardig, totdat hij wel heel veel klachten kreeg. Ik kreeg haren op plekken dat ik niet wou. Ik had bijna geen libido meer, geen zin in seks. Verschillende depressies, ja, eigenlijk een scala van dingen. Als je hoort dat je er zoveel klachten van krijgt, dan zou je verwachten dat niet veel mensen anabolen gebruiken. Toch zijn het er 20.000 in Nederland. Gaat het? Heerlijk. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam gaat vanaf nu gebruikers helpen en wil ook meer te weten komen over het middel. Juist omdat het om middelen gaat waar geen enkele controle op is. Omdat wij weten dat er hele hoge doses worden gebruikt. Het kan bijna niet anders dan dat dat schadelijke consequenties heeft. Wij bieden ze de mogelijkheid in ieder geval om hun klachten te bespreken en een aantal dingen te laten onderzoeken. Dan moet u denken aan bloedonderzoek, een hartfilmpje, urineonderzoek. En afhankelijk van wat we vinden zullen we die mensen adviseren wat te doen. Ik hoop dat ze eigenlijk naar boven brengen misschien hoeveel schade ik mijn lichaam heb aangericht en of daar wat aan gedaan kan worden. En je klachten zijn er nog? Sommige. Maar hopelijk gaat het snel beter. Dat hoop ik wel, ja.